Mexicaanse tortillas maken. Je hebt daarvoor nodig 250 gram maïsmeel, een theelepeltje zout en 3 deciliter water. Voeg het water al roerend toe aan het maïsmeel. En voeg dan natuurlijk het zout toe. Kneed dat tot 1 homogene massa. En laat dat 30 minuten rusten alvorens je het gaat verwerken. Draai er dan balletjes ter grootte van een pingpongbal van. Leg dat op vetvrij papier. Leg daar weer vetvrij papier op en rol dat uit tot een tortilla. Je kunt dan de randen ervan afsnijden als je wilt om een mooie ronde tortilla te krijgen. Verhit dan een koekenpan met een klein beetje olie. En bak daar de tortilla in, aan elke zijde ongeveer 30 seconden. Houd de tortilla's dan warm en bak de overige tortilla's. Kijk voor een lekkere vulling op de site.